Als je de nul houdt is altijd lekker, maar ja, toch heb je die mogelijkheden gehad om 3 punten. Dat was toch extra lekker geweest, maar ik denk dat we niet ontevreden mogen zijn. En ja, vol goede moed naar ADO. Tom Beugelsdijk, 0-0 tegen FC Twente. Ik denk dat het voor Sparta toch heel erg fijn is om je met dat soort ploegen te kunnen meten. Ja, dat zei de trainer na de wedstrijd eigenlijk ook. Als je vooraf vraagt 2 keer Twente, 4 punten, dan mag je daar zeker tevreden mee zijn. Ja. Daar zou je voor tekenen. Ja. En dan afgelopen zondag kon je ook meten met FC Utrecht. Ja. Wat dat betreft, Sparta heeft die stijgende lijn na het begin van het seizoen wel te pakken. Ja, ik denk op Utrecht eerst 20, 30 minuten na konden we ons niet meten. Ik denk op basis van de tweede helft deden we het beter. En vandaag denk ik dat je weinig weggeeft. Kleine kansjes en zelf ook kleine kansjes creëert. Dus dat zijn wel ploegen waar je normaal gesproken zegt van, nou, dat wordt heel lastig. En nu bieden we goed tegenstand en dat is best knap. Ja, dan kan je zeker vorige maand 3 punten, vandaag dan 0-0. Dan kan je denk ik wel leven met een punt. Ja, zeker weten. Ja, leven het zeker. En sowieso als verdediger, als je de nul houdt, is altijd lekker. Maar ja, toch heb je die mogelijkheden gehad om 3 punten. Dat was toch extra lekker geweest. Maar ik denk dat we niet ontevreden mogen zijn en ja, vol goede moed naar ADO. Daar gaan we het zo uiteraard over hebben. Ik wil eens nog heel eventjes bij jou zelf blijven. Je zegt ook altijd, het is lekker als je als verdediger de nul kunt houden achterin. Je hebt een tijdje op de bank moeten zitten. Ik denk, ja, als het goed gaat, dat je dan daar makkelijker mee kunt dealen. Dat het ook lastig is om in de ploeg te komen. Ja, ja, nu sta je er al een aantal wedstrijden in. Mm-hmm. Ja, hoe kijk je daar nu op terug? Ja, met een goed gevoel. Ik heb gewacht op mijn kans en ja, dat voelt goed als je weer lekker, je bent voetballer, je wilt graag voetballen. Alleen ik heb net ook gezegd, er zijn 2 plekken voor 3 jongens. En we hebben alle 3 een goede band en we zijn alle 3 hetzelfde niveau, denk ik. En wij hebben gewoon een goede band met z'n drieën en wij moeten het gewoon met z'n drieën samen gaan doen. Uiteindelijk komt Bart Vriends weer een keer terug van die blessure. Wat is daarna dan het plan? Ja, dat moet je aan de trainer vragen. Zijn die heel politiek correct? Ja, nee, kijk, als ik de opstelling maak, dan zou ik in de spits staan. Maar nee, dat is iets voor de trainer. Je zegt dan zou ik in de spits staan. Ik zag je vandaag heel eventjes ook in de spits opduiken. Ja. Ik zag je zelfs nog een schaar proberen te maken. Nee, ik wou een kap. Normaal is mijn kap beter. Maar, want dat verwachten ze niet van me natuurlijk als ik die doe. Maar ja, het was glad het veld. Maar jammer. Wat ik wel altijd mooi vind bij jou is, je gaat altijd voorop in de strijd. Hè? Maakt niet uit wie er ook tegenover je staat. Die ballen die hoog komen, die laag komen. Je knalt er altijd in. Gewoon om altijd maar te willen winnen. Het maakt niet uit tegen wie, het maakt niet uit waar. Nou ja, in de competitiewedstrijden wel hoor. Ik moet wel zeggen dat ik niet... Ik weet wel wanneer ik het doe. Ik zou mijn duels niet zo spelen als bij mijn eigen teamgenoten. Dan ga ik echt 110%. Want er zit ook een risico aan natuurlijk dat ik iets te laat kom. En dan kan dat pijn doen. Dus dat is wel af en toe lastig bij trainen. Dat ik eigenlijk ook zo wil trainen. Maar je wil ook niet weer je belangrijke spelers een tik geven. Dus altijd wel met enige voorzorg is daar wel in ingenomen. Ja, daar hou ik zeker rekening mee, ja. Je zei het al eventjes, hè? Aanstaande zondag, dan moeten we er weer staan natuurlijk tegen ADO. Ja, voor jou wel een bijzondere wedstrijd. Hoe kijk jij uit naar die wedstrijden tegen ADO Den Haag? Ja, ik volg ADO op de voet natuurlijk. Zit in een moeilijke periode. En het is alleen zonde dat die wedstrijd zonder publiek wordt gespeeld. En daar had ik heel graag gewild. Wordt er dan ook in die aanloop naar die wedstrijd door jou en de gasten bij ADO Den Haag wel een beetje, ja, wel een beetje geprikkeld bij elkaar om het een beetje op te poken, denk ik? Ja, zoals je weet spelen nog maar weinig spelers waar ik mee heb gespeeld. En met de jongens heb ik altijd contact gehouden. Niet omdat ik nu tegen ADO speel, maar daar heb ik altijd contact mee en goed contact. En ja, ik gun die jongens het beste. En de club, maar zondag ja, moeten wij gewoon vol voor die 3 punten gaan. En dat is iets zakelijks. Diep in mijn hart hoop ik natuurlijk dat ADO uiteindelijk boven de streep staat. Ja, precies. Alleen zondag is het eventjes een ander verhaal dan. Ja, maar ja, dat is werk. Ja, ja, ja. Dan is aanstaande zondag wel die wedstrijd dan tegen ADO, die jij heel graag natuurlijk wil spelen. Ja, we hadden het net al eventjes over, Vriends komt dan ook wel weer terug. Ga je er dan ook vanuit automatisch dat je speelt zondag? Nou, ik ga nergens automatisch vanuit, want ten eerste wordt dat niet gewaardeerd als je gaat zeggen van ik wil gaan spelen. Ik wil spelen, ik hoop dat ik mag spelen en ja, we gaan het zien. De avondklok is inmiddels ingegaan. Je hebt papieren in je hand. Die papiertjes? Ja, die heb ik bij me, dus geen boete en dan ga ik lekker naar huis.